Yo, dames en heren, dat jullie kijken naar deze gloednieuwe video. Vandaag. Ik kan het net niet zien. Oh wel, kan ik hier wel. Zo kun je het wel zien. We stoppen op het station Maashaven. En dit is the day after. Of eigenlijk 2 days after. De gratis nachtmetro, zeg maar. Dus ik probeer nu de vergelijkingen tussen laten zien. Tussen de gratis nachtmetro en de reguliere dienstregeling, zeg maar. Daarin kijken. Dus ja, nu stoppen we op station Rijnhaven. Dat is het volgende station. Dat ga ik zo meteen even laten zien. En zoals je nu ziet, accelereert hij. En gaat hij stoppen op station Rijnhaven. Wat hij gisteren niet deed, zoals je nu kan zien. Want ik zal de vergelijkingen ik zal het heel goed vergelijken, zeg maar. Zie je? Station Rijnhaven. Zie je station Rijnhaven? Yo, dames en heren, en dit wordt station. Wacht even. Rijnhaven, dames en heren, we rijden Rijnhaven voorbij. Dus ja, hier stoppen we dus niet. Duidelijk heb ik in het vorige beeld al laten zien waar we stoppen, waar we niet stoppen, et cetera. Dus dames en heren, nu naar Maashaven. En wat niet verschilt met de jaarwisselingen is de drukte. Deze metro is goed gevuld met het volk. Het Nederlandse volk heeft de metro gretig gebruik gemaakt. Maakt ervan gebruik. En nee, dat is geen verschil tussen oud en nieuw. Ja, dit is het metrostation waar alle hectiek en actie allemaal begon, zeg maar. Dus Wilhelminaplein, dames en heren, Wilhelminaplein. Nog een verschil is, hij stopt op Leuvenhaven, dames en heren. Station Leuvenhaven. Zie je? Leuvenhaven is dit hier, zie je het verschil met eergisteren. Ja, met oud en nieuw bedoel ik, ja, het is te meer. En nu zijn de deuren weer dicht en nu vertrekt hij weer. Net zoals tijdens de jaarwisseling stopt je ook gewoon op beurs, dames en heren. Dus dat is geen verschil. Hij stopt ook op station Stadhuis, dames en heren. Tijdens de jaarwisseling reed hij gewoon zo voorbij. En reed hij meteen door naar het Hauptbahnhof. Het is heel erg regenachtig, dus de ramen zijn beslagen. Dus de kwaliteit van de video is bar slecht. Zie je? Station Stadhuis. We stoppen niet op station Stadhuis, which makes sense. Het volgende station is Hauptbahnhof. Dames en heren, Hauptbahnhof. Centraal station is vertaald naar Nederlands, dames en heren. Station Rotterdam Centraal, Hauptbahnhof. Het volgende station is Blijdorp. Next station, Happy Village. Hier stopt hij ook, zoals je ziet. Zoals je zag. Nu
vertrekt hij weer. Blijdorp, Happy Village. Hier is geen verschil. Hier stopt hij gisteren of tijdens de jaarwisselingen ook. Melanchthonweg. We stoppen op Melanchthonweg. Ik sta nu op Meijersplein Airport. Meijersplein Airport dus. Tijdens de jaarwisselingen reed hij niet verder. En nu rijdt hij verder naar... Pijnakker Zuid en Den Haag Centraal. We staan nu hier. Dit is het eindpunt van lijn 1 en de jaarwisselingen. En stopt die op stations. Melanchthonweg. Slaat die Blijdorp over. Gaat hij naar het Hauptbahnhof. Stadhuis slaat hij over. Hij stopt de Beurs. Leuvenhaven slaat hij over. Wilhelminaplein stopt die. Rijnhaven slaat die over. Maashaven stopt die. Zuidplein stopt die. En Slingen stopt die. Dat is metrolijn E. En metrolijn C. Even kijken, daar is Kapelse Brug. Hier is Kapelse Brug. Kralingse Zoom. Voorschotenlaan. Ga deze weg overslaan. Oostplein. Oostplein slaat hij ook over. Of niet? Nogmaals, je ziet het allemaal in deze vergelijking. Die je nu in beeld ziet. Ga deze weg slaat hij over. Oostplein slaat hij over. Blaak slaat hij over. Beurs stopt hij. Eendrachtsplein stopt hij. Dijkzicht slaat hij over. Koolhaven stopt hij. Delfshaven slaat hij over. Marconiplein slaat hij over. En dan gaat hij naar Schiedam Centrum. Dan stopt hij. Moet ik even kijken. Oh, de Parkweg slaat hij over. Trolstarlaan slaat hij over. En dan is metrolijn C5 Sluizen. Is zijn eindbestemming, zeg maar. Dus dat is, zeg maar, de route van lijn C en lijn E. Tijdens de jaarwisselingen. Tijdens de gratis nachtmetro. Dus dat. Maar nu... Nu staan we... Oh, wacht even. Nu staan we hier. En rijdt hij allemaal door, zo naar Rode Reis, Berkel Westpolder, Pijnakker Zuid, Pijnakker Centrum, Nooddorp. Mijn arm. Nooddorp. Leidschendveen, Porenpark. Leidschendam, Voorburg. Voorburg, Utlo, Laan van Nooi. En Den Haag Hauptbahnhof. Dat is hoe de reguliere dienstregeling van de RET functioneert, zeg maar. Dus ja, dat is eigenlijk. En nu mag ik me... ...12 minuten gaan vermaken. Maar dat komt toch goed, want hier rijden... Ja, is genoeg te doen, zeg maar. En ik heb wat boeken bij me, dus ik kan me prima vermaken. Dus, don't worry. Oh, je hebt nog gewoon een vertrekstaat, zeg maar. Nou ja, ik ga de E-lijn ga ik niet helemaal af. Want de E-lijn bestaat al sinds 2006. Maar de Hofpleinlijn bestaat al sinds 1908. Dus, nee, deze stations zijn niet nieuw. Dus, dames en heren, ik sta nu op Meijersplein Airport. En ik ga naar de grootste shoelbak van Nederland. Den Haag Hauptbahnhof, Centraal Station van Den Haag. Al waar ik even ga genieten van wat lekkernijen en wat te drinken. En waardoor ik dan weer meteen, waardoor ik daarna terug ga naar... Rotterdam om deze video te editen, maar ik wil alleen maar eventjes vergelijken welke stations hij stopt en zo.
En ik ga het ook doen met, nou ja, je hebt het al gezien in de vorige beelden, welke zone hij stopte, welke niet. Dus ja, ik ga de C-lijn niet in het echtje doen, want dan kom ik vanavond niet meer thuis. Dus ik ga naar de grootste sjoerbak voor Nederland, Den Haag Hauptbahnhof, Centraal Station Den Haag. De metro vertrekt over 9 minuten, 8 sorry. En dan ga ik even genieten van een heerlijke kop thee en wat te drinken. En wat te eten, sorry. En dan ga ik weer terug. Dus dat wil ik graag even gezegd hebben. Deze bank is nat. Heel erg nat. Dit is niets nieuw met de jaarwisselingen. Want de metro kwam hier zeg maar aan op dit spoor. Stond op de borden niet instappen. En ging die bij Rode Reis of zo keren, of nog zelfs een stukje verder. En die eraan? Nee, ik kom niet aan. Een stukje verder gaat die keren. En dan kun je op dat perron, dat spoor, kun je in de metro terugstappen naar daar naartoe. Dus ja, dat is het verschil met de E-lijn. Met de Hofpleinlijn eigenlijk, officieel geheten. Dus ik stap in de metro naar de grootste Sjoerbak van Nederland. En hij is goed gevuld met volk. Merci beaucoup pour ouvrir de poort. Ik ben niet de enige zo te zien. Station Den Haag Centraal. U kunt hier overstappen op trein, tram en bus. Eindpunt. Vergeet niet uw persoonlijke eigendommen en afval mee te nemen. Bedankt voor het reizen met de RET. Change here for the train, tram and bus. Final stop. Don't forget to take your personal belongings and your litter with you. Thank you for traveling with RET. Station Den Haag Centraal. Dit is natuurlijk de grootste sjoerbak van Nederland. Den Haag Hauptbahnhof. Zoals je... daar kunt lezen.
Den Haag Centraal. Yo, dames en heren, ik sta op de grootste sjoerbak van Nederland. Kijk maar, een sjoerbak. En ik heb zo net een Red Bulletje gedronken. Dat was heerlijk. En nu ga ik plannen maken. Plannetjes mee wat ik nu ga doen. Dus ik heb nog een uurtje de tijd. Ik heb een uur overstap, want om 9 uur moet ik thuis zijn. En voor die tijd wil ik zeker nog iets gedaan hebben in de grootste zoelbak van Nederland. Dus ik zou zeggen, blijf kijken. Ineens komt een oude HTM GTL 8 opdagen. Ik weet wat ik ga doen. Instappen maar. Den Haag Hauptbahnhof. Echt. Het interieur, ik kan er zo van genieten. Dit is het interieur, dames en heren. HTM GTL 8. Geleden tram lang, als goed is maar uit mogen zeggen. Dames en heren, hier zie je de harmonica zie je heel goed. Als je een bocht maakt. Dit is echt een van mijn lievelings. Dus ik heb heel weinig lievelingstrams, maar dit is er zeker eentje van. Zie je? Harmonica. Je zag het niet zo heel goed, maar het is wel degelijk te zien. Yo, dames en heren, ik heb even informatie. Ben informatie aan het opzoeken over deze GTL. Zoals je ziet, hier staat: geleden tram lang. De achtassige geleden tram lang GTL 8. Is een trammodel van het Haagse stadsvervoerdersbedrijf HTM. En hij is gebouwd voor het eerst in 1981. Dus op de achtergrond hoor je achtergrondmuziek en zo, dus negeer dat eventjes. Er zijn 147 van gemaakt. En er zijn twee series ervan, bestaan ervan. Beste reizigers, HTM wenst u gezellige feestdagen en een mooi 2024. ...1981, 3001 tot en met 3027. Ja, je leest het hier. Wat lees je hier? Uit dienst. 2011 tot 2023. Dat is een leugen, want ik zit erin. Driedelig, ja.
Het lintje van deze maximumsnelheid is 70 km per uur. Maar de dienstsnelheid is 50. Vloerhoogte is 860 mm, oftewel 8,6 cm. Vijf deuren. 8 keer 45 is 360 kilowattuur. Dat was de geleden tram lang, dames en heren. Dus nou weet je er ook wat meer van. Ik zit nu in de achterste gedeelte van de tram. En nou zie je de harmonica beter. Kijk maar. GT8. Dit is tramlijn 3095. Van de 147 stuks die er zijn gemaakt. Zie je, nu zie je de harmonica goed. Elektrische. Dames en heren, kan iemand even beoordelen of dit elektrisch is? Of pneumatisch, hoe zeg ik dat eigenlijk? Pneumatisch of zoiets. Oh ja. Zie je? Dan zie je de harmonica goed. Maar kan iemand beoordelen of dit elektrisch is of analoog is? Schrijf maar een reactie in de reacties. Als je weet wat dit is. Zie je daar de voorkant van de trein? Kijk hè. Ja, daar. Zie je de voorkant van de trein? Yo, dames en heren, ik sta nu op het winderige Leienburg en ik ben uit de HTM GTL 8 gestapt en ik ga nu met de bus naar station Den Haag Centraal. Dus dan weten jullie dat. Lekker warm. Yo, ik sta nu op het grootste sjoelbak van Nederland. Letterlijk de werelds grootste sjoelbak ter wereld. En ik neem afscheid aan allen die deze video kijken. Want ik heb duidelijk gemaakt wat de verschillen zijn tussen de gratis nachtmetro in Rotterdam en de reguliere dienstregeling en een rondje met het openbaar vervoer in Den Haag. Bus en tram. Dames en heren, doe een duimpje omhoog als deze video leuk vond. Abonneer hier beneden en druk ook op het belletje. Dan neem ik afscheid aan allen die deze video kijken. Tot in de toekomst. Volgende halte, Next Stop, Nieuwe Haven. Theater aan het Spui. Filmhuis Den Haag. Amare. Volgende halte,
Next stop, Station Den Haag Centraal. Train station, VVV. Tourist information.